Volgens mij kan er helemaal niemand blij van worden van het hele verhaal. We zitten nou dus met een systeem waar nog steeds niet duidelijk is of dat het de beste keuze geweest is. Voor het warmtenet heb je geen andere keuze dan het afnemen bij de NUON. Ja, dat is in mijn ogen gewoon een monopolist. Voor veel gemeenten is het warmtenet nog toekomstmuziek. De gemeente Nijmegen zit er al middenin. Twee gebieden in Nijmegen-Noord zijn al aan het warmtenet aangesloten. Een vuilverbrander zorgt voor de warmte. Die warmte wordt vervolgens door energieleverancier NUON verspreid via het warmtenet naar de huizen. We zijn hier in de hulpwarmtecentrale in de wijk Waalsprong in Nijmegen. Met het warmtenet aangesloten op deze installatie verwarmen we op dit moment zo'n 6300 woningen in de wijk Waalfront en Waalsprong. Uiteindelijk worden dat er 14.000. Inwoner Arjan Olster woont sinds kort in de nieuwbouwwijk die is aangesloten op het warmtenet. Nou, hier zit hij dus. Dit is de warmtewisselaar en daar wordt het hete water dat de woning binnenkomt, wordt omgezet in het waterreservoir voor het douchen. Wordt ook omgezet in de warmte voor de vloerverwarmingen en dan gaat hij eigenlijk weer verder het net in. Arjan dacht dat hij goedkoper uit zou zijn door dit warmtenet. Maar hij betaalt 30% meer dan bij zijn vorige huis dat aangesloten was op gas. Maar misschien bent u wel meer gaan verbruiken. Nee, deze woning is kleiner. Ja, misschien zijn mijn kinderen meer gaan douchen omdat ze iets groter zijn. Maar deze woning is kleiner. Deze woning is beter geïsoleerd dan mijn vorige woning. Dus ik mag ervan uitgaan dat ik hier minder verbruik. Maarten Bouwman is ook aangesloten op het warmtenet en heeft heel veel vragen. In Nederland zijn gasprijzen en warmteprijzen gekoppeld. De belastingen op gas zijn dit jaar omhoog gegaan en daardoor is ook de prijs van warmte gestegen. Maar op de maandelijkse hoge rekening van NUON ontbreekt elke onderbouwing. Wat is de afschrijving? Wat zijn de vaste lasten? Hoeveel moeten we dan betalen? Het is gewoon echt, het is gewoon niet transparant. Je krijgt gewoon, dat is de prijs. En de overheid bepaalt dat we dat mogen vragen, dus vragen we dat maar. Maar volgens zijn koopcontract komt hij niet zomaar van NUON af. Ja, daar staat dus in dat je verplicht bent aangesloten op het warmtenet. Nou ja, dat wist we wel, dat was al zo. Maar ook dat je verplicht bent om warmte af te nemen van de NUON. Dus eigenlijk kun je er helemaal niet onderuit. Er wordt gedreigd met een boete van 50.000 euro. Nou, of dat zover komt, dat weet ik niet. Maar je wordt wel bang gemaakt in ieder geval om het toch maar vooral niet te doen. Maarten vertrouwt de warmtenetdeal niet die de gemeente Nijmegen met NUON heeft gesloten. Hij vraagt aan de lokale rekenkamer of ze ernaar willen kijken. Ik had dus vragen over de monopolie van de NUON en over de duurzaamheid van het hele systeem. Dus u heeft ze getipt? Ja. Een jaar lang doet de Rekenkamer Nijmegen onderzoek naar de warmtenetdeal die in 2011 gesloten is met NUON. Het oordeel is vernietigend. De belangrijkste conclusies waren dat op cruciale momenten de besluitvorming dat die inconsistent, niet navolgbaar en niet transparant was. Uit het rapport blijkt dat de gemeente eerst 4 jaar uitvoerig onderzoek doet naar een plan voor een warmtenet. Dat plan lijkt financieel en technisch haalbaar. De opdracht moet alleen nog gegund worden. Maar op de dag dat de aanbesteding start, gebeurt er iets opmerkelijks. De gemeente houdt in het geheim gesprekken met slechts één partij, NUON, zonder dat de raad hiervan weet. Het originele warmtenetplan verdwijnt. Ongeveer een jaar later is er een exclusieve deal met NUON. Wat mij het meeste verbazen is bij dit onderwerp, wat zoveel mensen raakt, wat zo belangrijk is, dat men ons niet heeft kunnen laten zien hoe het gelopen is en waardoor ook niet traceerbaar is waarom besluiten genomen zijn. Het is inderdaad een heel stevig rapport. In zo'n complexe situatie als destijds, met vele partijen die ook nog voor een bepaalde deadline iets proberen te bereiken, is het soms heel moeilijk, en in dat specifieke geval ook, om aan alle bureaucratische procedures, om die opeenvolgend helemaal goed te volgen. Dat is inderdaad niet gelukt. De bewoners zijn ongerust. Onlangs organiseerde NUON een bijeenkomst om uitleg te geven over de hoge energierekening. Het warmtenet van Nijmegen-Noord is dus volledig in handen van NUON. Overstappen naar een andere leverancier kan niet. En in sommige contracten staan hoge boetes. Ja, en dan lezen ze in het contract dat als ze willen afsluiten dat ze 50.000 euro moeten betalen. Nee, dat is niet waar.
Dat staat in het contract, hebben we vandaag gelezen. Maar die contracten die worden veranderd en dat weten de inwoners ook. Want daar heeft de Nuance ook over geïnformeerd. Het is trouwens geen fout van de Nuance, maar het is ergens fout gegaan. Oké, maar het stond wel in de contract. Ja, dat contract is dus hersteld. De wethouder kan iets zeggen, maar als ze nu mij aan die verplichtingen houdt, dat staat echt zwart op wit in mij. Ja. En mijn koopcontract, je kan het niet zomaar, voor mij kan het niet zomaar onderuit. We zijn nu met de notaris en de gemeente Nijmegen bezig geweest. En een deze weken wordt in een notariële akte die bij het kadaster wordt neergelegd, gezorgd dat soort bepalingen, dat die eenzijdig door ons niet zullen worden nagekomen. Dat kunt u garanderen? De komende weken krijgen mensen een brief in hun bus om ze te informeren hoe dat in elkaar steekt. Van het warmtenet afstappen kan misschien zonder boete. Maar dan komen bewoners bij het volgende probleem. Wat is het alternatief? Je praat niet alleen over de aanschaf van een ander systeem. Een warmtepomp, dan zit je denk ik snel op de 10.000 euro. Maar dat betekent ook dat ik behoorlijk heftige verbouwingen aan mijn woning moet verrichten. En ik denk dat ik dan minstens nog een keer zo'n bedrag kwijt ben. Zij kochten een huis met een warmtenet aansluiten. Dat wisten ze op voorhand en dat hoeft niet veranderd te worden. En wat als ze daarvan af willen? Kan dat? Ja, dat kan, maar het is wel ingewikkeld. Als ik nu zou mogen beslissen, dan had ik helemaal geen aansluiting op het warmtenet willen hebben. Dan had ik zelf wel een warmtepomp gekocht en geïsoleerd. Had ik mijn huis nog iets beter laten isoleren en dan had ik veel lagere kosten gehad. Met dit exclusieve contract zit Nuon voorlopig goed in Nijmegen. Want het contract loopt nog tot 2045. En nu? Hoe nu verder? Goeie vraag. Een hele goede vraag. Ik weet het niet. Het is gewoon... Laat in ieder geval een wijze les zijn voor andere wijken die van het gas af moeten en voor andere gemeenten. Om daar toch over na te denken en transparant te zijn naar de burgers.